Hallo allemaal, ik ben Earth Cowboy en ja, vandaag heb ik dan voor jullie eigenlijk een mod video. Man, voor het eerst een echte mod video. Ik heb natuurlijk wel een beetje kleine dingetjes gedaan, weet je. Ik heb mijn Strive en Rebel Rapid Red en een paar blasters een betere spring gegeven. En dan natuurlijk de Strive en zo heb ik voornamelijk gewoon wat comfortabeler gemaakt, wat ja, smoother en alles. Maar ik heb nooit echt een echte mod gedaan. En daar is het nu tijd voor. Dus ik heb deze Blaster Parts Tuning Set, of zo wat er helder ook staat, bij nerfpeltjes.nl gekocht. Voor niks minder dan de Hammershot. De Hammershot is al, ja, ik heb hem al heel lang. En het is altijd wel een blaster geweest die ik op zich wel heel chill en comfortabel vind. Ik heb het lang geleden heb ik de Air Restrictors en zo uitgehaald. En maar ja, dat moet toch maar eens een keer verandering komen. Het is toch tijd om deze blaster even een enorme upgrade te geven. En dit is echt mijn eerste volledig grote upgrade. Dus ik ben ook best zenuwachtig. Want ik wil voor de eerste Hammershot niet kapot maken of wat dan ook. Anders moet ik een nieuwe gaan kopen. En alsnog deze kit gaan indouwen. Dus ja, ik ben voor de rest wel benieuwd wat hier allemaal dus in zit. Als het goed is een spring. Een nieuwe prime of zo. En als het goed is ook een nieuwe trigger. Ik weet niet zeker. Oh, hier staan instructies in. Dat is top. Lijkt me ook wel handig dat er instructies in zitten. Nou ja. Ziet er gecompliceerd uit. Het staat in Engels. Dat moest je ook aangeven en zo. Wat voor dingen je allemaal wou en zo. Man, oh nice. Ik weet niet wat dit is, maar oh, dit is een soort van dit is een soort van spul om alles smooth te maken en zo. En hier heb je voor de rest een ijzeren prime en een ijzeren trigger. En een nieuwe spring. En man, dat is een harde spring. Damn, hoe ga ik die ooit primen? Damn. Dat wordt best sick. Maar ja, wat ik nu ga doen is in ieder geval eerst de blaster openmaken. Want dat is sowieso stap 1 natuurlijk hier zo ook op. En ja, het ziet er interessant uit. Dit is in zijn Duits. Ik wil het in zijn Engels. Omdat ze voor de rest geen Nederlandse versie voor hebben of zo. Nou ja, goed. Eerst ga ik hem voor de rest openmaken en zo. En zodra ik hem open heb en alles, kom ik bij jullie terug. Goed, oké. Ik heb de eerste twee stappen volgens mij gedaan. De eerste twee stappen waren de blaster open. Ik zal het wel even zo laten zien aan jullie. Eerst was de blaster open. Dus ik heb de blaster open gemaakt. En toen gewoon de plunger en de, ja, de prime en zo. En de spring eruit halen. En je moet dus twee van deze pinnetjes eruit halen. En man, wat is dat een pain in the ass, man. Daar gaat de springhouder. Man. Dat was echt een pain in the ass. Ik heb ook de prime kapot gemaakt daardoor. Dit is er uiteindelijk uitgekomen. Dus die kan ik sowieso niet meer gebruiken. Dus ik kan niks anders dan de mat er nu wel indouwen. Dus en als het goed is, even kijken wat nu de volgende stap is. Kijk, is dit de Duitse? Ja, dit is de gekke Duitse, sorry. En even kijken. De volgende stap is dus de nieuwe prime eraan vastmaken. En daarna gaan we naar de trigger. Dus ik ga nu de prime er even aan vastmaken. En dan gaan we kijken hoe ver ik daarmee kom. Dus, oh man, wat een getoer dit zeg. Ja, ik wil het wel allemaal laten zien. Maar man, ik ben hier denk ik wel meer dan een half uur mee bezig geweest. Ik heb ook echt bijna mijn klauwen ervan. Dus, nou, ik ga dat eerst even doen. En ik zie jullie dan weer zo meteen. Oké, het installeren van dit allemaal is stukken makkelijk. Het ziet er wel grappig uit, dit ijzeren ding dan met deze twee dingetjes. Dit was stukken makkelijker, weet je. Het is gewoon een beetje alles goed overeenleggen. En dan het pinnetje er gewoon weer inslagen. Dus dan kan je makkelijk met gewoon een hamer doen. En ja, dat is heel makkelijk. Nu moet ik naar de trigger toe. En ja, dat is ook even een gedoe. Want de trigger heeft ook weer allerlei soorten rare dingetjes. En ja, insert the trigger as shown. Even kijken. Wat staat hier allemaal? Now attach the plunger and the spring rod to the metal hammer. Note, don't hammer the rivets into the metal hammer if you can't push them in. By hand, we recommend to use the plies of pliers to push them in. Yep. Oké, dat is allemaal gedaan. Insert the trigger as shown. Oké, dus ik moet eerst dit eruit halen.
Oké, de trigger is dus los. Dit ga ik gewoon even proberen te laten. Ik zal wel even trouwens even dit laten zien. Zo. Ik heb dus nu de normale trigger eraf gehaald. En nu moet ik dus de spring, de nieuwe trigger erin doen. Even kijken. Er zit hier zo'n soort van ijzer dingetje. Ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen zien. Ik zal even kijken of ik kan inzoomen erop. Ziet niet helemaal goed. Maar in ieder geval, even kijken. Hier zit een springetje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Heel klein dingetje. En hier heb je ook een heel klein naar gaatje. Ik weet niet of dat ding het even wil focussen. Misschien zien jullie het wel. Het is gewoon een heel klein gaatje zit daar zo. En daar moet dus dat ding in. Even kijken. En dat is niet al te makkelijk af en toe. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik deze blaster een beetje uit elkaar had gemaakt. Dat is alweer jaren. Ah, dat ging dus in één keer. Oké, laat maar. Ik weet het al. Gaat al goed. Even kijken. Dan kan die gewoon dus triggeren. Zoals het hoort. Helemaal top. Die zit er dus ook in. Dat is helemaal hoe het hoort. Ziet er sick uit. Even kijken. De volgende stap. Ik moet de plunger en dat soort dingetjes weer gaan instellen. Even kijken, wat staat hier zo? The hammer with all parts attachment can now be inserted. It's best to begin by sliding the plunger into the cylinder. If you are installing the full metal hammer shot modification kit, now is the moment to insert the modding spring if you have the upgrade kit. Skip this step. Oké. Dus nu kan ik alles er weer in doen. Ik kan ook de spring erin doen als ik dat wil. Heb ik hier toevallig... Nee, ik heb hier geen mes op dit moment. Dus ik moet eventjes een beetje klooien met de spring. En ja, dit is sowieso iets... ben je een kleine kijker of zo? Ben je wat jonger? Ik zal even uitzoomen weer een beetje. Ja, ben je toevallig een kind of zo, weet je? Wil je hammershot sterker? Weet je, vraag zeker even hulp van je vader. Want dit is echt niet iets wat je zomaar even kan doen. Ik heb er ook al moeite mee. En ik heb ook voor de rest geen ervaring. Oh, dik ijzer. Ja, godverdomme. Ik heb natuurlijk voor de rest ook niet echt ervaring met modden. Niet zulke heftige mods. En dus ik kan ook voor de rest niet spreken als een professionele modder. Maar ja, toch. Dus even kijken. We kunnen dus dit nu erin doen. Het is het makkelijkst om eerst de plunger erin te duwen. Dat dacht ik ook al. Even kijken, hoe moet dat dan? Wat is de beste manier? Even kijken hoor. Zo. Oké, moet ik dan zo? Volgens mij moet die zo, hè? Ik heb geen idee hoe die moet. Even kijken hoor. Hoe die erin moet zitten. Ah, moet er dus zo. Oké, best. En het beste is om dan nu ook gelijk de spring of zo erin te duwen. Dat ging best makkelijk zo. Even kijken, zo moet hij volgens mij. Ja, zo moet hij erin zitten. Ja. Zo. Volgens mij. Ja, zo moet hij zo zitten. Best lastig om te laten zien aan jullie. Maar ik zal even kijken of ik kan inzoomen zo. Ja, zo zit hij er dus nu in. Met de trigger en zo. En zo ziet het een beetje uit. Het is vrij makkelijk, weet je. Het ziet er raar uit, weet je. Al die plastic en dan heb je twee ijzeren dingen erin zitten. Maar nu, als het goed is, even kijken. Put back the small cover plate over your mechanics. It's likely that you have to pull the hammer back too little so that the plate snaps. Oké. Dus nu is het alleen letterlijk nog de spring erin doen. En dan dit plaatje, dat zit er automatisch. Dit plaatje zit hier gewoon overheen, zeg maar. Dat moet ik dan weer terug installeren. En dan, als het goed is, zit alles in elkaar. Dus dat is helemaal top. Even kijken of ik de spring er nu in één keer in kan krijgen. Zo, de knetter. Hé. Hey. Ah, come on. Zo, hé. Ah, dat is niet makkelijk. Oké, hij zit erin. Hij zit erin. Zoals die moet, zo te zien. Kijk, zo te zien zit alles goed nog. Ja, alles zit zoals het moet, zo te zien. Ja. Zo, die daarin. Die zit er. Als het goed is, gewoon helemaal in nu. Even kijken. Ja, alles zit erin zoals het moet, zo te zien. Even kijken. Kan het wel zo zien? Ja. Nou, dan kan dit erop. Kijken of het allemaal
goed kan worden geplaatst. Ik heb echt geen idee. Dit gaat volgens mij niet helemaal goed. Even kijken hoor. Want ik kan hem er niet in krijgen nu. Stond er ook, misschien moet je de primer een klein beetje wegdouwen. Oké, wacht even hoor. Even kijken, ik probeer dit nu zoveel mogelijk te filmen voor jullie. Maar het gaat niet helemaal wat we ook gaan doen. Oh ja, even kijken, mijn schroevendraaier, daar zit hij. Ik ga gewoon eerst eventjes een beetje dit zo alvast inschroeven hier. Een heel klein beetje, echt heel lichtjes. En dan moest ik een beetje de trigger naar achter doen ook, stond er. Ja, oké, hij zit hierin. En nu moet je alles gewoon erin schroeven, als het lukt. Oké, zo. Die zit erin. En de laatste. Holy moly, alles zit erin. Alles zit erin. Als het goed is ben ik nu klaar. Now the blaster can case back, closed again, 3-4 screws should be... Oké. Alles kan er gewoon weer in. Eventjes de tactic rail natuurlijk, weet je. We moeten wel onze tactics hebben. Anders is het geen nerve blaster. Man. Alles past. Gewoon zoals het eerst ook deed. En alles kan weer dicht worden geschroefd. En ja, dat is helemaal top. Holy. Dit is dus gewoon voor het eerst mijn eerste officiële mod. En man, ik kan niet blijer zijn. Tenminste, ik kan pas echt blij zijn als die 100% werkt natuurlijk. Maar ja. Ik denk dat hij dat wel doet. Ik heb gedaan wat de instructies zeiden. Dus hij zou het gewoon fantastisch moeten doen. Maar je weet mij nooit bij mij. Dat is het ding voornamelijk. Je weet mij nooit bij mij. Het kan altijd fout gaan. Zo. Die dicht. Ik voel nu ook al dat hij wat zwaarder is dan dat hij voorheen was. Zou ook best wel eens kunnen kloppen natuurlijk dat hij dat is. Want ja, er zitten ook hele ijzige gedeeltes in natuurlijk. Dus ja. Kijk, deze moet sowieso, want dit houdt de hele cilinder vast natuurlijk. Alle schroeven moeten wel echt goed vastzitten. Zo, deze zat nog een beetje te rommelen. Oké. Holy. Hey. Jesus Christ, hey. Holy moly. Ik zal het even uitzoomen allemaal. Zo. Oké. Ik heb nu alles dus geïnstalleerd. En man, dit zo ziet hij eruit. De trigger ziet er sick uit. De prime ziet er sick. Het is wel een beetje moeilijker nu primen. Hij is sowieso zwaarder. Dat sowieso. Trigger moet je ook veel harder indrukken nu. Maar dit lipje zit ook een beetje heel ver omhoog. Dat is best vervelend. Maar man, laat ik hem maar een keer gaan schieten. Want dat is voornamelijk het belangrijkste natuurlijk. Dat hij wel kan schieten. Even kijken. Zo. 5 kogeltjes erin. Het ging bijna fout daar. Even kijken hoe die schiet hoor, want man. Ja, hij schiet sowieso harder. Ik weet niet, ik merk tot nu toe nog niet enorm veel verschil. In ieder geval. maar dat zal waarschijnlijk aan mij liggen voornamelijk.
puur, ja, ik weet niet. Hij voelt wel gewoon zwaarder en zo. Maar hij voelt niet per se beter of zo dan dat hij eerst was. Oh. Ja, ik kan wel zeggen, twee handen is nu wel comfortabeler met deze blaster. Maar man, het is een sikke blaster nu. Hij ziet er wel sick uit. Ik kan niks anders zeggen. Het is gewoon een toffe blaster. Dus goed jongens, ja, mocht je toevallig ook geïnteresseerd zijn in deze modkit, je kan hem kopen op nerfpijltjes.nl. Ik zal een linkje in de beschrijving laten, mocht je geïnteresseerd zijn. In ieder geval wel een aanrader, ben je een jonge kijker en wil je dit ook? Vraag wel je vader om hulp. Of misschien wel je moeder. Je weet maar nooit. Voor de rest staat hij ook. Dat je waarschijnlijk ranges van 25 tot 30 meter kan gaan verwachten. Okay. Dus dat is positief nieuws. Dat is heel positief nieuws. Voor de rest is er niks anders te zeggen. Ik ben heel blij met deze Hammershot kit. De Hammershot is zeker een verbetering. Dat wel. Voor de rest... Linkje staat in de beschrijving. Ik hoor jullie voor de rest super bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video natuurlijk. Vergeet even niet te liken en te abonneren trouwens. Laters! Oh ja, en je kunt me altijd laten weten als jullie meer mod dingen zo willen zien doen. Maar verwacht niet dat dat heel vaak gebeurt. Want dit is wel echt iets puur omdat ik dit gewoon zelf echt wou. Dus Maar goed, later!